Hebben jullie het gezien, dat filmpje? Ja, wat zich net heeft afgespeeld in de Tweede Kamer. Ja, ik moet er even... Ik heb het net gezien. Ja, ik moet er even wat over zeggen. Dat is niet te geloven, vrienden. Wat een vertoning. Ja, wat een afgang. Wat een giller. Wat een aanfluiting, dat is het voornamelijk. Jongen. Zag je dat? Die Wilders. Er staat die mevrouw, die Sophie Hermans. Ja, die is door... onthoud dat, hè. Fractievoorzitter van de grootste partij van Nederland, van de VVD. Die staat daar op het spreekgestoelte. Nou, daar komt bij de interruptiemicrofoon, daar komt Wilders aan. Nou, en die Wilders, die zegt, ja, mevrouw de voorzitter, ja, ik wil toch even vragen aan mevrouw Hermans, hè, hoe lang zij nog de ambitie heeft om assistenten, tassendrager van Rutte te blijven. Nou, ga dat filmpje kijken, dan moet je die reacties zien van die Sophie Hermans. Helemaal stil en dan even slikken en dan, u heeft me nu echt geraakt. En dan half in een beetje in tranen. En dan nog een slokje water om even bij te komen. Nou, ze zijn vrienden. Maar dat kan toch niet? Dat kan toch? Fractievoorzitter, ik herhaal het, van de VVD, de grootste partij van Nederland. Die kan niet even tegen een beetje kritiek. Ik bedoel, hoezo? Of een beetje een speldenprikje voor een vraag van Wilders. Dat verwacht je toch als je daar staat. Dan weet je toch, die Wilders gaat met zoiets komen. En dan kom je, dan heb je toch je antwoord al lang klaar. Dan zeg je toch, hey, meneer Wilders, hou even op. Ja, ik ben een slippendrager. Of je zegt, ik ben zijn geisha, meneer Wilders. Ja, en door mij spreekt de heer Rutte ineens heel goed Japans. Ik bedoel, weet ik veel wat je zegt. Maar dan ga je toch niet zoals wat zij nu doet. Dan word je toch niet de nationale piep. Miep, dat is wat zij nu is vanaf nu. Een piepmiep. En dan ben je toch niet meer serieus te nemen. Dat je bij het eerste, de beste schouderduwtje helemaal uit je evenwicht bent. Oh man, wat is dat toch allemaal met die vrouwen in de politiek ook. Ja, je hebt die op Defensie, die Ollongren, die kan er niks van. Je hebt die kakelende kaag, dat is één groot ellende. Dan hebben we die blunderende mevrouw op die stikstof. Dan hebben we net weer gehad, die mevrouw op sociale zaken. Met die al die Franse crimineeltjes wil binnenhalen. Het zijn allemaal hele zwakke zusters. Al die vrouwen. Kunnen we daar misschien iets aan doen, vrienden?